Ha, leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Nog steeds wel vanuit Azië. Ik ben nog in Kuala Lumpur. Het is vandaag maandag 19 augustus. En ja, het is onze laatste dag hier in Kuala Lumpur, maar überhaupt hier in Azië. Na vandaag hebben wij er een reis op zitten van 7 weken. Ja, ik kan niet geloven hoe snel het is gegaan. En, maar goed, dat is altijd als je het leuk hebt. Maar wat ik voornamelijk gewoon heel mooi vind aan deze reis is dat het een interne reis is geweest. Een reis waarbij ik heel veel inzichten heb mogen opdoen. Heel veel emoties door me heen zijn gegaan. Emoties die, nou ja, er echt uit zijn gekomen wat betreft verdriet. Waar ik niet eens altijd de mijn vinger erop echt heb op kunnen leggen. En dat hoeft voor mij ook niet per se. Het feit dat het eruit komt is gewoon een heel goed teken. Ik voel me gewoon heel licht hier. Alsof ik me nog lichter voel dan ik deed voor deze reis. En ik voelde me eigenlijk altijd al licht en gelukkig en happy en vrolijk. Maar het lijkt wel alsof er gewoon een nieuw, ik weet het niet, een nieuw begin, een nog beter deel van mijn leven gestart is of zo. Nou ja, goed, in ieder geval, daar ben ik heel erg blij mee. Nou, dit is dus het uitzicht vanaf ons hotelkamer. Dit is wel echt super gaaf. Het leuke is dus dat wij een upgrade hebben gekregen gisteren. Want de handdoeken die stonken heel erg. Kijk nou hoe gaaf hier. Zo beneden daar is ook nog een zwembad. Wij hebben dus een upgrade gekregen gisteren. Want toen ik had gedoucht gisteren. Toen pakte ik een handdoek. En ik dacht echt zo. Dit stinkt gewoon naar. Ja, het is gewoon heel erg muf. Maar ook een beetje zo moldy. Dus echt een beetje, wat is dat ook alweer, schimmelachtig. Nou, echt super vies. Ik zag wel aan de handdoek en ik merkte wel dat het een schone handdoek was. Maar de geur die erin zat, nou echt heel erg goor. Dus dat hebben we gezegd. En die man, nou, die vond het zo erg. Die zei gelijk, ja, jullie krijgen een upgrade en dit is niet de bedoeling. En nou ja, bla bla. Dus ja, top. Nu zitten wij dus in een nog grotere kamer. Dit is dan de slaapkamer. Daar is de deur dicht, daar is een badkamer. Dan hebben we aan die kant ook nog een soort van living eigenlijk. Dus dat is hier. Dan heb je hier nog een raam met een uitzicht op Kuala Lumpur. Hoge torens ook wel weer in de lucht. En die, de naald. Ja, ik weet niet hoe die heet. Echt een prachtige. Ja, het is gewoon heel erg gaaf om al die gebouwen te zien. Maar dus vandaag laatste dag. Ik heb me even omgekleed. Ik heb dus een nieuw t-shirtje aan. Die heb ik gisteren gekocht bij Massimo Dutti. Echt een heerlijk t-shirtje. Ik heb hem even in mijn rok gedaan. Ik heb ook weer mijn nieuwe designerrok aan die ik op Bali heb gekocht. Oh, ik moet wel lachen dat het een designerrok is. Ik denk ook wel dat dat echt zo is hoor. Maar het is niet dat ik het in een, ik heb het gewoon echt bij een kraampje of zo gehaald. Maar ik ben er helemaal blij mee. En het staat ook heel erg leuk dit samen. Wij gaan lekker even wandelen. Iets waar wij heel graag de dag mee starten. Het ontbijt hier vind ik heel erg slecht. Dus ik heb bijna niks gegeten vanmorgen. En ik heb ook geen koffie nog op. En daar word ik gewoon heel blij van. Lekker starten met een kopje koffie. Dus we gaan daarnaar op zoek. We gaan wandelen, kopje koffie drinken. Uurtje of 1 wat eten. En wij hebben dus een restaurant uitgekozen voor vanavond. We wilden eigenlijk wat luxer lunchen. Zodat we 's avonds vanavond dus tijd hebben om tas in te pakken. En niet al te lam zijn. En te moe en te brak zijn. Omdat we morgen weer moeten vliegen. Maar uiteindelijk, ja, na zoeken kwamen we bij 1 mooi leuk restaurant. En het heette Willow. Maar ja, die gaat pas open om 6 uur. Dus we hebben nu gemaild van we willen er wel, we willen wel eerder komen. Doen we even een drankje en een voorafje of zo. Maar dat we wel echt 6 uur eten. Zodat wij redelijk op tijd ook wel weer in bed liggen. Want morgen gaan we vroeg op. Want we willen rond 6:30. Ja, moeten we wel in de taxi zitten naar de airport. Nou, ik heb eindelijk mijn bak koffie hoor. Met havermelk. Oh, heerlijk. En mijn vriend neemt lekker altijd een dubbele espresso. Dus we moeten even genieten. Nou, gaan we hem even proeven. Oeh, die is wel heel lekker. Oh, hier was ik echt aan toe. Alleen jammer dat de bediening hier zo slecht is. Die man, die jongen, die zegt niet eens hallo, zegt niet eens gedag. Ik zei dankjewel. Hij keek ons niet aan. Hup, loopt hij weg. Echt
echt, dat vind ik zo onbeschoft. Dan denk ik, ja, ga dan ergens anders werken als je niet in de dienstverlening wil zitten. Weet je wel, ga gewoon iets anders doen. Kantoorbaan of weet ik wat. Maar goed, ondertussen zitten wij lekker te genieten van de koffie. Nou, we zitten even bij een klein bakkertje wat te eten. Een Frans bakkertje. Paris Baguette heet het. En ik heb dus een mushroom soup in een, ja, een broodbol besteld. Het ziet er wel echt super lekker uit. Nou, dit is het taste. Het ruikt ook echt naar champignons, maar ook naar truffel. Ik ben heel erg benieuwd. Zo. Oh, dit is echt super, super lekker. Dit ga jij zo lekker vinden. Nou, het is inmiddels avond. Ik heb me klaargemaakt voor onze afsluitingsdiner. Het is nu een uur of, nou, volgens mij is het 4:30 of zo. Wij hebben heerlijk gebanjerd en gewandeld de hele dag. Ik heb weer geshopt. Oh, ik heb echt superleuke dingen weer gekocht. En toen zijn we weer naar het hotel gegaan. En ik heb me dus nu klaargemaakt. Ik heb mijn haar dus een keertje vastgemaakt. Gewoon heel simpel hier een knot. Maar wel een paar lokken hiervoor. Ik vind het echt zo leuk staan. En ik heb dus een nieuw pakje aan. Die ga ik even in de spiegel laten zien. Kijk, deze heb ik op Bali gekocht. En dit is dan, het is bijna strapless zou ik zeggen. Want ik kan daar geen BH onderaan. Maar dan hebben die bandjes, die zitten dan wel heel erg lekker nog erbij. Mijn nieuwe kettingje, waar ik heel blij mee ben. En dan heeft hij een 3/4 lengte, zeg maar. Ik heb ook mijn nieuwe gouden muiltjes aan. Die heb ik ook op Bali gekocht trouwens. Ja, het is echt zo leuk. En oh, dit pakje. Het zit super lekker. Kijk, het zit er van achter zo uit. Hier is het lekker elastiek. Ritje hier aan de zijkant. Het is echt wel heel erg mooi gemaakt. Ja, echt geweldig. Ja, en dan mijn haar lekker zo erbij. Het is echt wel een sexy dingetje zo. Best wel bloot. Maar ik vind dat voor zo'n diner, we gaan best wel luxe uit eten. Vind ik het ook wel leuk om er wat, wat verzorgder, wat netter, net even wat meer aandacht of zo besteed eruit te zien. Dus, wij gaan er vandoor. Ik ga lekker een paar wijntjes drinken, een paar drankjes doen. Mijn vriend is gewoon al ingepakt zowat. Ik heb wel net hier op bed, heb ik al wat dingetjes klaargelegd en opgevouwen en dat soort dingen. Maar ik moet echt nog best wel veel doen. Ik merk dat ik dat gewoon nu niet kan doen. Want dan denk ik, oh ja, wat ik moet nu nadenken over wat ik nu aan doe en mijn haar doen. Ik wil nadenken over wat ik in het vliegtuig dan aan ga doen. Dat is het eigenlijk, maar dat lukt mij niet. In ieder geval, wij gaan er vandoor. Nou, we zitten even een drankje te doen bij het W Hotel. Het restaurant is ook hier in dit pand op de 8e verdieping. Maar wij zitten dus nu even op de 12e verdieping. Wet Deck heet het. Even een drankje te doen. Het leuke is, je ziet dus echt alle gebouwen hier om ons heen. En ook de towers aan deze kant. Waar we dus gisteravond in waren. En ondertussen nuttigen we lekker een wijntje. Oh, ik ben zo van aan het drinken deze vakantie. Lekker samen even een pinootje drinken. We zijn ondertussen ook even de taxi aan het boeken voor morgenochtend. Want we moeten vroeg weg naar het vliegveld toe, dus we zijn even aan het bespreken van hoe laat nemen we hem en gaan we ontbijten, gaan we op de airport ontbijten, want dat kan natuurlijk ook, dat soort dingen. Dus we doen hier even een aperitiefje en om 6:00 worden we dan verwacht bij het restaurant en het restaurant heet Willow en die zit dus een paar verdiepingen lager, maar die hebben dus ook, vanaf daar heb je dus ook wel heel mooi uitzicht. Zo zitten we er lekker bij, we hebben ook wat nootjes gekregen. Staff heeft daar een meeting volgens mij. En dan is dit de bar met een zwembad. Heel hoog plafond. En het uitzicht daar op de towers. Ja, echt super tof. Nou, we zijn inmiddels naar Level 8 gegaan. En dit is dus het restaurant waar we gaan eten. Willow heet het. Ik ben heel erg benieuwd. Dit is de entree. Oh, geweldig. Thank you. Nou, we worden geleid naar onze tafel. Wat ziet het er gaaf uit. Kijk nou, hoe tof. Tafeltje. Nou, we zitten hoor. En dit is het uitzicht. En het leuke is,
Ze hebben het plafond helemaal met bloemen gemaakt. Dus dat is echt super tof. En natuurlijk weer het uitzicht op de towers. Ja, we gaan echt even genieten samen, hoor. Onze afsluitende avond van onze reis. Ja, bijna emotioneel word ik ervan. Oké, we zijn nu even aan het kijken in het menu. Van gaan we voor een 3 of 4 gangen menu? En we hebben aan deze kant zit ook nog een tasting menu. Maar dan kan je niet meer kiezen. Dit zijn de gerechtjes. Oh, ik heb echt heel veel zin hierin. Nou goed, we gaan even kijken wat het gaat worden. Oké, we hebben ons eerste gerechtje. We hebben trouwens ook wat amuses gehad. Maar dit is dus een steak tartaar. Ik heb al een hapje genomen en het is echt ongelooflijk lekker. Hele bijzondere smaken. Een beetje, ja, toch wel een beetje zeewierachtig. Maar het is een steak tartaar. En ja, het heeft, ja, ik kan het niet uitleggen. Het is super lekker. Nou, wij hebben ons volgende gerechtje. En ik heb lekker een aspergesoep. Wauw. Thank you so much. Nou, dit ruikt echt super lekker. Ik heb dus een aspergesoep en mijn vriend heeft een garnalentoast. We hebben er ook passende wijnen bij. Ik heb dus een rode wijn. En dat is wel even wennen voor mij, denk ik. Ik heb wel vroeger wat rode wijn gedronken. Dat vond ik altijd heel erg lekker. Maar ik merk de laatste jaren dat ik dat toch iets minder, of wat te sterk vind of zo. Maar goed, bij zo'n gerechtje en dan een klein, het is maar een bodempje. Oh, ga lekker genieten, schatje. Oké, even een taste van de aspergesoep. Oh, dit is echt zo lekker. Ook lekker creamy. En echt wel die aspergesmaak. Oh, dit is echt super lekker. Nou, het wijntje er ook nog bij. Dat hoort er dus bij. Of dat past er waarschijnlijk heel veel bij. Zo. Ja, dit is echt heel erg lekker. Nou, we zijn inmiddels een paar wijntjes verder en het hoofdgerecht is nu aangekomen. Ik heb een kabeljauw met lotus chips of zo en zeewier in een soort van, nou, ik moet het even laten zien, groen. Het ziet er echt super lekker uit. Nog wat bloemetjes hier en daar. Het ruikt heel erg fishy, maar goed, het is ook vis. Ik ben heel erg benieuwd. Even een slokje wijn eerst. Het is ook weer een bijpassende wijn die ze erbij serveren. Echt super lekker. Oké, ik ben heel erg benieuwd. Ik heb het dus een lepel en een vork gekregen. Het is dus een kabeljauwfiletje. Zo. Jeetje, Mina. Dit is lekker. Jeetje, zo zacht ook. Dit is zo lekker. Nou, we zijn bij ons dessert aangekomen. Ook mijn vriend heeft een blueberry dessert. Dit is echt een stukje art. Het is echt niet normaal. En ik heb een... wat is het ook weer? Een chocolate en... Baileys. Ja, iets. Oh ja, koffie en Baileys dessert. Dus het is een Baileys ijs en koffie iets. Ook echt weer een stukje kunst gewoon. Oh. En we hebben er ook nog een bijpassend wijntje bij. Nou, even een tasting. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Het ziet er zo lekker uit. Ik ga met ijs beginnen. Zo, met koffie, kruimelkoek of zo. Oh, het is echt... Een Baileys ijsje. Oh, dit is echt verrukkelijk. Een hele goede morgen. Het is dinsdagochtend en ik zit bij de airport. We zijn net aangekomen, we hebben onze spullen even ingecheckt en we gaan nu eventjes ontbijten. Het is nu iets van 7:30, denk ik, 7:45.
zijn er klaar voor, denk ik. Ja, ik weet het niet. Ik merk dat ik eigenlijk... Ergens heb ik zin om naar Nederland te gaan. Maar ik heb ook echt helemaal geen zin eigenlijk. Maar goed, we gaan lekker eventjes ontbijten samen. Koffietje drinken. En ja, hopelijk een relaxte vlucht. Waarbij ik ook gewoon kan slapen lekker. Dat de tijd snel gaat. Dank je wel, Sophie. Kijk, koffietje. Nou, cheers. Nou, het is inmiddels woensdag. En oh, wat heb ik een dag gehad gisteren. De vluchten gingen prima, maar het was lang. Ik kreeg pijn in mijn benen. Ik heb dus vanmorgen had ik nog steeds een beetje last van mijn benen. Ik heb wel speciale sokken in het vliegtuig aan. Maar het is gewoon toch lang stilzitten. En ik had nog 2 keer gestretched bij de tweede vlucht. Maar goed, alles is goed gegaan. En inmiddels ben ik gewoon in Nederland al de hele dag. Ik heb kort geslapen. Ik denk dat ik rond 1:30 ging slapen. En toen was ik om 4:15 al wakker. Toen dacht ik, nee, oh ja, voor mijn gevoel is het natuurlijk, was het dan 10:00 in de ochtend of zo, 10:30. Dus ja, ik denk dat ik wel last heb van een jetlag. Maar goed, dat geeft niet. Ik ben nog wel even blijven liggen. En uiteindelijk om 6:00 eruit. En dat is eigenlijk ook wel prima, want dan kan ik gelijk hier weer een ritme bouwen. Mijn vriend en ik hebben vandaag echt veel wassen zijn we aan het doen. We gaan nu de 4e was erin doen. Vanmorgen lekker gestart met een wandeling. We zijn dus bij de Mall geweest, Mall of the Netherlands. En we hebben heel veel aankopen gedaan bij Nespresso. Want wij hebben dus voor bij hem thuis, bij mijn vriend thuis, hebben wij een Nespresso Creatista Pro gekocht. En ja, dat is dus zo'n koffiezetapparaat. Waarbij je ook zo'n opschuimer hebt met zo'n kannetje. Melkopschuimer. En dan hier kun je, nou ja, je koffietjes natuurlijk gewoon zetten. En met een touchscreen. Ja, het is echt, echt een heel mooi apparaat. We hebben koffietjes erbij. En we hebben ook hele leuke mokjes nog gekocht. Wij waren een beetje zo aan het fantaseren vanmorgen. En dat hebben wij in Azië ook al samen besproken. Dat het koffiezetapparaat dat mijn vriend heeft. Dat is zo'n inbouwding. Maar dat is altijd is gewoon een crème om koffie te zetten. Dan moet hij weer spoelen. Dan moet je het weer schoonmaken. Ik vind het altijd wel een gedoe om dan koffie te zetten. Ik ben gewoon fan van Nespresso. En mijn vriend inmiddels ook. Of die was dat ook al. Dus wij hebben een nieuw apparaat gekocht voor bij hem thuis dan. Dus we zijn er heel erg blij mee. We gaan hem zo even uitpakken en installeren. We hebben ook heel veel cupjes erbij gekocht. Dus dat is wel een hele leuke aankoop die we net hebben gedaan. We zijn de dag begonnen met 1,5 uur wandelen. Dus zijn we lekker hier het bos ingegaan vlakbij mijn vriend zijn huis. Dus ja, een heerlijke dag. Maar ik voel gewoon dat ik een jetlag heb. Dat ik moe ben. Dat ik eigenlijk nu denk, ik wil naar bed. Het is pas, ik geloof, 3:15 of zo, 3:30. En ik zou wel echt al naar bed willen. Oh ja, en we hebben ook nog van die leuke potten gekocht bij de Xenos. Die ga ik even zo laten zien. We hebben nog leuke potten gekocht voor de cupjes. Kijk, het is even de grote. Ik wil even uitpakken. Dit is dan gewoon van glas. En dan zit er een houten deksel bij. En die is dan ook gewoon helemaal luchtdicht. Dus dat is echt top. We hebben er gelijk wat meer meegenomen. Zodat ik ook mijn muesli en zaden en noten erin kan doen. Kijk, het is toch een hele toffe set. Ook nog een kleintje. Ook weer voor noten en zaden. En dan hebben we er ook nog eentje voor boven. Op het kantoor. Echt heel erg leuk, zeg. Ja, dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Dus ik ga ze even nu allemaal stickertje eraf halen. Proberen voorzichtig te doen. En dan ga ik ze even of even afwassen. Of in de vaatwasser, dat weet ik nog niet. En dan kan ik ze gaan vullen. Want ik heb vanmorgen, hebben wij boodschappen gedaan. Dan heb ik ook even nog wat noten en zaden gehaald. Voor in de yoghurt.
Zo. Ja, het is dus wel jammer aan die stickers. Dan blijft er soms toch wat plakken. Nou, ik ga dit even op mijn gemakje doen. En even ook afwassen. Hé, ze kunnen dus ook in de vaatwasser. Nou goed, oké, super chill. Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. Ik heb even geen idee wat de datum is, maar goed, ergens eind augustus. En ik heb heerlijk geslapen. Ik hield het van gisteren echt heel moeilijk vol. Ik had wel zoiets van, ik moet echt van mezelf tot 9 uur wel echt volhouden. En dan pas mag ik slapen. Ik denk dat ik uiteindelijk om 9:45 in slaap viel. Ik hield het ook gewoon niet meer vol. Ik lag in bed. Toen ben ik lekker in slaap gevallen. En toen ben ik om 6:50 uit mezelf wakker geworden. Dus ik heb een goede nacht achter de rug. Ik ben er dus ook uitgegaan. Sportkleding aangetrokken. En ik ben dus 5,5 kilometer gaan hardlopen. Nou, dat was zo erg lekker, maar zwaar. Ik heb gewoon nu al spierpijn ervan. Maar goed, nu ben ik lekker hier en thuis weer. Ik ben nog steeds bij mijn vriend. Dat bevalt me eigenlijk best wel prima. Ik ga wel vandaag of morgen naar mijn huis toe. Om toch even te checken wat de stand van zaken is daar, zeg maar. Maar goed, in ieder geval gisteren bij een nieuwe koffiezetapparaat gekocht van Nespresso. De Creatista Pro. En ik ga dus even een koffietje maken. En dan ga ik even laten zien hoe dat werkt. Kijk, zo ziet hij er dus uit. Het is echt een super mooi apparaat. Achter is het een heel groot reservoir. We hebben ook van die leuke mokjes erbij gekocht. Die lijken een beetje op die Husky mokjes. Nou, een mooie pot met alle cupjes erin. Ik heb er al een cupje in zitten. En ik ga dus nu een cappuccino maken. Dit is wel leuk. Je kan dus hier zo scrollen van wat je wil hebben. En ik ga dan van nu voor een cappuccino. Dan kun je nog een en ander hier instellen. De hoeveelheid koffie. Maar ik ga hem lekker op de standaard zetten. Ik ben wel even benieuwd wat de standaard is. En dan kan ik het altijd nog aanpassen. Temperatuur laat ik ook op standaard. De melk heb ik hier al ingedaan. Mok eronder. En dan gaat het als het goed is tegelijk gaat hij starten. Nou, even kijken. Ja hoor. Oeh, dit ruikt lekker. Ik heb een kokossmaakje genomen. Oké, het is nu dus klaar. Ik heb hier dus nu een espresso. Ik voel wel dat de koffie echt... Het is echt heel erg heet. Dus het is goed dat ik het een beetje aan het uitproberen ben. Maar de volgende keer moet het echt... De temperatuur moet lager, want ik vind het helemaal niet lekker als je cappuccino heet is. Dat hoort ook helemaal niet. Het moet gewoon lekker drinkbaar zijn. Gelijk even spoelen. Zo. Het is wel echt een prachtig apparaat. En oh ja, nu spoelt hij dus vanzelf. Ik ga het even laten zien. Dus dan heb ik dat tuitje heb ik zeg maar schoongemaakt. En dan gaat hij dus hier... Spet er nog af. Maakt hij hem even schoon. Helemaal top. Het is altijd wel fijn om het een beetje schoon te houden. Ik hoop dat we dat ook kunnen blijven doen. Het is wel echt een prachtig ding zeg. Het staat ook zo tof in de keuken. Maar goed, oké. Dus ik heb hier nu een cappuccino en de melk dus. Die is heel erg geschuimd. Die is bijna gekookt eigenlijk. Dus de schuim is niet silky, dus dat moet ik nog even uitzoeken hoe ik dat ga doen. Ik ga even de bubbels eruit proberen te slaan, maar dat gaat bijna niet. Nee, het is niet helemaal goed gelukt. Nou goed. Nou, let's go, koffietje. Heel veel schuim. Wow. Oh. Nou, dit is hem geworden. Het ziet er wel echt heel erg lekker uit. Mm. Lekker veel schuim. En ik heb dan deze ook gebruikt van Alpro, de barista oat. Die is heel erg lekker. Inmiddels is het vrijdag. Hoeveel augustus? 23 denk ik of zo. Ik zit in de auto. Ik heb net geparkeerd. En ik ga met een vriendinnetje lekker even lunchen. Ja, het is 12:15. Dus het is een lunch inmiddels.
En ja, ik kijk er heel erg naar uit, want ik heb haar al heel lang niet gezien natuurlijk. Dus ik heb heel veel zin om met haar lekker even te kletsen, koffietjes te drinken. Het regent echt wel hard en veel. Dat vind ik dus wel vervelend. Ik heb ook helemaal geen jas mee, omdat ik nog niet thuis ben geweest sinds ik dus in Nederland ben. Ik ben bij mijn vrienden gebleven. Ik ga vanmiddag wel naar huis, maar ik heb daar geen jas liggen. Ik heb geen jas mee. Ik heb alleen maar zomers kleding. Dus ik hoop niet dat ik het heel erg koud ga krijgen met mijn blote armen. Nou ja, goed. We gaan het zien. Verder merk ik dat ik heel erg moe ben. Dus die jetlag, die is er echt in gehakt. Ik heb heel raar geslapen ook vannacht. Ik ging om 9:30, 9:45 slapen. Ik werd weer om 4:15 wakker. Toch weer een uurtje wakker gelegen of langer. Toen weer in slaap gevallen. Ja, en toen heb ik de wekker gewoon uitgedrukt. En ben ik door gaan slapen tot 7:30. Dus ja, ik bouw geen goed ritme op, merk ik. Want ik word gewoon niet zo heel goed wakker. Maar goed, ik hoop dat ik echt morgen en overmorgen wel een beetje bijkom. Maandag moet ik weer werken. Nou ja, het is niet anders. Het is niet dat ik niet kan functioneren natuurlijk. Alleen het voelt best wel zwaar. Nou goed, oké. Ik ga eruit. Ik ga lekker naar binnen. Nou, ik ben inmiddels weer thuis bij mijn vriend. En het was echt super gezellig met het vriendinnetje van mij. Ik heb echt, nou ja, veel langer met haar zitten kletsen en geluncht dan ik eigenlijk een beetje had gedacht. Want ik wilde nog even naar mijn huis. Maar inmiddels was het al zo laat dat ik dacht, ja, dat ga ik helemaal niet doen. Dus ik ben nog even naar de Kruidvat gegaan. Ik heb wat dingetjes gekocht. Mijn haarlak. Ja, deze. Ik ben zo dol op die Nivea. Die heb ik echt wel gemist. Want ik gebruik dan andere haarlak. En dan merk ik gelijk dat het, ja, ik weet het niet. Het valt niet of zo. Nog even een lenzenvloeistof gehaald. Elmex mond, of hoe noem je dat, spoeling. Eigenlijk wil ik die oranje, maar die kan ik nergens meer vinden. En Sensodyne, op aanraden van de tandarts. En een mascaraatje. Heb ik ook nog een blush dingen. Ik heb hem al heel lang niet meer echt opgemaakt, maar ik heb toch weer even make-up gekocht. En ik heb dus deze gekocht, een nieuwe, een bronzing powder. Die was helemaal kapot gegaan op reis, want ik had het eigenlijk niet gebruikt. En het ging, ik had hem gewoon in mijn tas gedaan en die werd natuurlijk steeds gegooid en weet ik het wat. Toen was die helemaal in stukjes gebroken. Dus ik moest even weer een nieuwe hebben. Ik ga hem heel even openmaken. Want ik ben wel even benieuwd of het wat is. Want ik heb er gewoon eentje op de Bonnevoie eigenlijk gewoon gekocht. Er was geen tester. Maar ik dacht, ik vind het wel leuk om nieuwe dingen uit te proberen. Het is altijd zo onhandig openmaken. Oké, toch maar even een schaartje erbij gepakt. Ik ben ook weer zo eigenwijs dat ik dat nog niet met een schaar doe. Oké, even kijken. Het is ook wel echt een heel leuk pakketje. Hij is heel licht en er stond ook op de achterkant dat het dus expres zo licht is gemaakt voor onderweg, et cetera. En ik vind dat wel fijn als het gewoon heel klein is. Misschien wel echt heel... Oh, zo dan. Echt heel klein. Vind ik ook duur. Het was iets van 14 euro voor zo'n klein dingetje. Oké, maar ik ga hem wel even een beetje testen op mijn hand. Ik denk wel. Oeh, dit is inderdaad wel heel mooi. Een klein beetje op de wangen. Klein beetje blush, ja. Oké, nou mooi, top. Dan heb ik die ook weer erbij. En dan ga ik dit even weggooien. Zo, dan ga ik dit even opruimen. En dan daarna ga ik met mijn vriend naar Alphen aan de Rijn. Daar gaan we lekker een beetje wandelen door de straatjes. En dan gaan we bij ons lievelingspatatzaakje gaan wij een lekkere zak patat halen. En het heet Vers Friethuis in Alphen aan de Rijn. Oh, het is zo lekker. Een beetje van die dikke frieten. Heel knapperig en echt super, super, super lekker. Dus daar kijk ik echt naar uit. Daar hebben we het ook echt over gehad in de vakantie. Van, oh, Vers Friethuis. Dus even omkleden een klein beetje. Of tenminste even aankleden. Ik moet even iets warms zoeken, want ik heb dus geen jas. Dus ik moet even bij mijn vriend even iets... Even een trui pikken ergens. En dan gaan we naar Alphen aan de Rijn. Hallo, hallo. Het is vandaag zaterdag.
En ik sta in mijn eigen huis. En ik moet zeggen, het is echt wel even heel erg leuk om hier weer te zijn. Mijn planten die gaan echt super goed. Mijn buurvrouw heeft zo goed voor mijn planten gezorgd. Ja, en het zijn er echt wel veel. Ik ga het even laten zien. Kijk, zo stond het helemaal uitgestald op mijn keukenblad. Of op mijn keukenblok. Hier staan er 5. Nou, hier heb ik er dan 4. En hier ook nog 4. Echt, ze zijn gegroeid. Het is niet normaal. Nou, dan heb ik hier eentje. Die is zo hoog gegaan. Toen ik wegging was die geloof ik hier of zo. Die heeft echt een spurt gemaakt. Nou, dan heb ik hier nog wat grote planten die ook echt een joekels zijn geworden. Mega groot. Hier nog. En dan heb ik hier nog een paar op de grond staan. Ja, en deze grote. Dan zie ik ook alweer mooie knopjes uitkomen. Ja, en dit is mijn lievelingsplantje, deze hier. Oh, ik echt. Het is heel erg leuk om mijn planten weer te zien. Maar ja, ik ben dus naar mijn huis gegaan. Om natuurlijk heel eventjes een keer naar huis te gaan. Gewoon om te checken. Maar ook om in te pakken. Want ik heb dus de beslissing genomen om bij mijn vriend te gaan wonen. Of het voor altijd is, dat weet ik niet. Het is in ieder geval gewoon, nu ga ik met hem, ik trek bij hem in. Ik heb hier al eerder wel eens over nagedacht. Omdat ik ook wel graag met hem wil zijn en hem dan miste. Maar ik vond het toch ook wel lekker om in mijn eigen huis te zijn. Ik ben gek op mijn huis en ja, mijn ziel en zaligheid zit hier gewoon in. Dus dat was voor mij eigenlijk meer ook een emotioneel dingetje of zo. Dat ik dan mijn huis moeilijk kon loslaten. Maar deze vakantie in Indonesië heeft er toch wel echt voor gezorgd dat ik even echt uit kon zoomen op mijn leven hier. En dat ik tot het besef kwam van hallo, je wilt er gewoon bij je vriend wonen. En wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Je rijdt maar heen en weer, je moet steeds weer inpakken. En ik heb het eigenlijk altijd met plezier gedaan en nooit met tegenzin. Maar daar dacht ik wel echt, je kan zoveel tijd winnen en zoveel meer plezier beleven en rust als ik gewoon bij hem intrek. En nu ik de beslissing heb genomen, valt er ook echt een last van mijn schouder. Ik heb er ook echt heel veel zin in. Ik vind het ook heel erg leuk. En ik ben dus nu naar huis gegaan om even kijken naar mijn huis natuurlijk. Even stand van zaken. Ik dacht, misschien moet ik even schoonmaken, maar ik heb het echt heel netjes achtergelaten. Mijn buurvrouw heeft heel goed voor mijn planten gezorgd. Dus die ga ik zo meteen ik heb een VVV-bon voor haar gekocht. En een hele mooie roze bloemen. Al tenminste, ik vind het zelf heel erg mooi. Ik ben gek op die roze kleuren. Dus die ga ik zo even afgeven. En ik ben boven dus aan het inpakken. Want ja, ik wil wel kleding mee. Genoeg ook voor werk, maar ook voor netjes, voor etentjes en dat soort dingen. Nog wat boeken even ophalen. Ik heb nog wat barista melk als voorraadje, die neem ik mee. Kijk, ik heb dus ooit vorig jaar, als deze pakken dan in de aanbieding waren voor €1 of inmiddels iets duurder, dan sloeg ik dat gelijk groots in. Dus die pakken, een paar van die pakken, moet ik dan ook wel echt even mee gaan nemen. Want ja, die kan ik dan lekker bij hem opmaken. Dus dat soort dingetjes wil ik gaan doen. Dat ik dat allemaal meeneem. Zo. Dus dat soort dingetjes ga ik doen. Voorraadje meenemen. Ik ga mijn Nespresso-apparaat meenemen. Want die komt er ook te staan. En ik heb nog even een lijstje gemaakt van dingetjes die ik mee wil. En weet je, ik neem ook niet mijn hele inboedel mee. Want ik kan zo hierheen rijden. En ik ben heel vaak in Den Haag. Dus dan kan ik zo naar mijn huis eventjes heen en weer. Dus dat is geen probleem. Maar ik merk gewoon aan mezelf dat ik er heel erg blij van word. Dat ik gewoon met hem ga zijn. En dat ik dus, dat we s'avonds in hetzelfde bed stappen. En dat we niet meer hoeven te bellen. Niet meer heen en weer rijden. Niet meer inpakken, niet meer uitpakken. Het gaat heel veel rust geven. En ja, ik merk gewoon nu al de benefits ervan. Het is echt heerlijk. Ook om samen dingen te plannen. Van wat gaan we eten? Wat gaan we voor gerechten maken deze week. Ja, echt heel erg leuk. Oké, ik drink nog even mijn watertje. Ga ik verder inpakken. Daarna ga ik de auto dan inladen. En ik zou met een vriendinnetje afspreken. Even een bakje doen, maar dat gaat niet door. Dus ik denk dat ik zelf lekker even ga lunchen / ontbijten ergens. Even gezond iets of zo. Even lekker iets voor mezelf doen.
En daarna ga ik weer terug naar mijn huis. Naar mijn nieuwe huis dus. Oh, echt superleuk. En dan hebben we vanavond een etentje met mijn schoonzusje en zwager. Want dan gaan we lekker bij Loetje eten. Nou, ik zit bepakt en bezakt in mijn auto. Ik heb toch echt wel best wel veel mee. Ik heb hier ook nog jassen en nog een kussen en heel veel kleding. En de kleding was toch best wel zwaar, moet ik zeggen. Kan je nagaan, als ik echt helemaal zou gaan verhuizen, dan, ja, dan moet ik echt gewoon een busje huren. En ja, dan ga je gewoon echt een verhuizing aan. Dus ik doe het eerst even zo. Even de nodige dingen, of tenminste de dingen die ik denk nodig te hebben. En dan ga ik gewoon de loop van de weken bekijken van, nou, en hoe vind ik het? Even ervaren hoe ik het vind om bij mijn vriend te wonen. En mis ik spullen, dan haal ik die weer op, weet je. Ik kom hier vaak genoeg. Maar ik merk echt dat ik er gewoon, ik word helemaal blij ervan. Dat heb ik eerder niet zo ervaren of zo. Want we hebben het vaker over nagedacht natuurlijk, ook vaker geprobeerd. Maar dan miste ik steeds mijn huis. En er is echt iets met mij, ja, veranderd in een hele positieve zin. En ja, die reis naar Azië of in Indonesië heeft zoveel met mij gedaan in positieve zin. Ik ga er gewoon van genieten. Nou, inmiddels ben ik bij mijn vriend natuurlijk weer thuis. En dat moet ik nu natuurlijk ook gewoon met thuis noemen. Maar het is nu voor de vlog wel even handig dat ik dat zeg. Ik ben aan het uitpakken. Ik heb echt heel veel gedaan. Maar ik moet nu even opschieten, want ik moet me omkleden. Het ziet er nu zo uit. Dus ik heb... Hier heb ik dan links een stuk. En mijn vriend heeft hier, maar die gaat dat nog weghalen. Want die heeft een andere kast ergens. Ja, dit zijn mijn sportkleding, joggingskleding. Daar moet ik nog iets mee doen. Ik kom eigenlijk nog één laad tekort. Hier heb ik dan mijn sokken, ondergoed, dat soort dingen. Hier heb ik dan wat broeken, rokken. En ik moet nog heel veel uitpakken, want ik heb hier nog een hele tas. En ik dacht nog dat ik niet veel mee had genomen, maar ja, toch wel heel erg veel. Nou goed, ondertussen ben ik me aan het klaarmaken en daarom wilde ik eigenlijk vloggen. Ik heb eindelijk weer mijn Dyson bij de hand, dus ik ga mijn haar lekker even doen. Ik heb nog maar 20 minuten en dan moet ik in de auto zitten. Want wij gaan bij Loetje eten. En ach, daar heb ik zoveel zin in. Ach, heerlijk. Nou, het is inmiddels zondagochtend. En ik sta weer lekker bij de kast. Want ja, ik ga weer verder uitpakken en inruimen. Ik heb lekker even een bakje koffie voor mezelf gemaakt. En mijn vriend die is even op pad met zijn zoon. Die zijn lekker gaan golven samen. Dus ik heb even het rijk voor mezelf. En dat is dus wel heel erg relaxed. Maar ik merk ook dat ik af en toe vastloop. Want ik heb echt veel te veel spullen. En ik moet ook echt wat dingen weggooien en zo. Maar ik ben wel een eind op weg. Maar kijk hier wat een troep hier ligt. Kijk, het bureau ligt echt helemaal vol met allemaal losse dingetjes. En weet ik het wat. Het kwam allemaal uit mandjes en zo. Nou, dan heb ik hier nog een en ander liggen. Wat ingeruimd moet worden. Maar ik moet zeggen, het gaat op zich wel goed. Maar ik heb vannacht gewoon zo slecht geslapen dat ik... Ja, ik ben gewoon kapot en ik merk dat ik slomer ben. En nou ja, ik wil dit klusje gewoon vandaag gedaan hebben. Dus ik ga wel gewoon op mijn gemakje lekker door. Ondertussen geniet ik van een heerlijke kop koffie, zeg. Oh, echt lekker. Oké, ik ga even verder. Inmiddels is het... middag en ik ga lekker vroeg beginnen met koken. Mijn vriend en ik hebben even gewandeld en boodschappen gedaan. Hij is nu de hort op en ik ga een gerecht maken uit mijn nieuwe boek of receptenboek of kookboek. En het heet Voed je brein. Ik heb al van de week al een heerlijk recept met gnocchi uitgemaakt. En nu heb ik gekozen voor... even kijken hoor. Samen met mijn vriend wel. Iets van Mexicaans. Oh, hier. Mexicaanse stoofje van bonen met krokante wrapchips. Zo ziet het gerecht eruit. En ja, het is dus de... Nou, hier zijn de ingrediënten. Hier kan ik de stappen even volgen. Het is echt wel een heel handig en overzichtelijk boek. Het gerecht ziet er super lekker uit. Ik weet alleen nog niet of ik de chips echt ga maken. Misschien laat ik de wraps gewoon heel. En dan rollen we hem gewoon lekker op. Maar dat zie ik zo wel. Ik ga eerst even het stoofje maken van de bonen. En er zit ook geitenkaas doorheen. Oh, en weer een heerlijk makkelijk gerecht ook. Het enige is, het is een vegetarisch gerecht. Maar wij gaan het dus wel met vlees eten.
met de runder gehakt erdoorheen. Ja, dat blijf ik gewoon echt super lekker vinden. Nou, het stoofje is klaar, het Mexicaanse stoofje. Het is eigenlijk echt wel gewoon een Mexicaanse wrapvulling, zeg maar. Dus ik heb courgette er ook in, kidneybonen, zwarte bonen, tomaten, paprika en mais. En even kijken, nog iets? Nee, dat was het. En dan heb ik er runder gehakt in. En lekker wat kruiden, paprika kruiden, peper, zout, klein beetje fajita kruiden erbij. En dan gaan we dat lekker eten op zo'n vegan tortilla wrap. En dat is zo'n carrot wrap. En bij de Lidl heb ik die gekocht. Och, ik heb hier echt heel erg zin in. Zo, ik heb heerlijk gegeten. En ik ben daarna dus even bij mijn vriend in de tuin aan de slag gegaan. En ik heb in mijn huis een balkon. En mijn vriend die heeft dus een tuin, een voortuin en een achtertuin. En na 7 weken was het natuurlijk helemaal met onkruid. Dus ik was aan de slag gegaan en toen vroeg ik ook aan hem, wil je me helpen of heb je er geen zin in? Maar ja hoor. Toen zijn we dus samen eventjes in de tuin tekeer gegaan. En we hebben dus heel die tuin onkruid vrijgemaakt. Dus dat is echt een heerlijk gevoel. En ik vind gewoon ook tuineren wel echt heel erg lekker. Ik ben ondertussen even mijn gezicht aan het insmeren. Ik heb deze nog steeds. Die heb ik echt al maanden. Van Nuxe. Dit is een oogcreme. Die heb ik zelfs meegehad ook op vakantie. En die raakt maar gewoon niet op. Dus dat is wel echt waar voor je geld. Ik weet nog niet of ik er echt iets van zie of zo hier. Maar goed. En dan doe ik nog even een serum van Earthline. Heel lichtjes zo op mijn gezicht. Die smeert heel lekker uit. Het trekt gewoon gelijk in je huid. Heerlijk. En dan heb ik ook van Earthline de dag- en nachtcreme. De White Tea Lift Intense heet het. Smeert lekker uit. Ruikt lekker. Maar ik merk, en vooral op vakantie heb ik dat gemerkt, als je dit opsmeert en je gaat daarna gelijk naar buiten en het is heel warm, of je gaat sporten en je gaat heel erg zweten, dan voel je dus alsof dat er zo'n soort van laagje overheen zit. Alsof het er niet uit kan dan. Dus ja, toen dacht ik wel van oké, is dit dan wel een goede crème eigenlijk? Als mijn zweet niet meer of mijn huid niet meer goed kan ademen. Maar het ruikt wel echt heel erg lekker. Oké. Ja, en deze had ik dus ook mee op vakantie. Van Sol de Janeiro. Ach, en die doe ik dus als ik ga slapen. Gewoon lekker even op mijn armen. En in mijn nek. En als ik dan in bed ga liggen. Oh, het is zo heerlijk. Lekker de zoetige geur. Echt, oh, geweldig. Oké, ik denk dat ik dan nu wel klaar ben. Nou, ik zie er redelijk fris en fruitig uit. Ook al was ik super moe vandaag. Want ik had helemaal niet zo lekker geslapen. Dus ik hoop dat ik morgen weer fris en fruitig ben. Ik ga de video zo afsluiten. Dan ga ik mijn video afmaken. Even dit stukje nog erbij editen. En dan kan ik hem uploaden vannacht. Verder ga ik nog even in mijn kledingkast kijken wat ik morgen aan ga doen. Ik moet morgen namelijk weer voor het eerst naar werk. En we starten met een studiedag. En we hebben ook een schoolfoto met het team of een teamfoto. Dus ik vind het wel leuk om even iets fleurigs of zo aan te doen. En liever leg ik dat gewoon alvast klaar. Dan heb ik dat maar gedaan. En daarna ga ik lekker in bed liggen. En het is pas 7:45. Ach, geweldig. Dus ik wil eigenlijk even dat doen snel. En dan wil ik binnen 30 minuten wel in bed liggen. Dus 9:15. Dan ga ik nog heel even lezen. En dan wil ik rond 9:30 gaan slapen. Want ik ben echt kapot. Oké, heel erg bedankt voor het kijken weer naar deze weekvlog. Weer vanuit Nederland. Like en abonneer zou ik zeggen als je dat niet gedaan hebt. En als je me wil supporten, dan zou ik dat echt heel erg tof vinden. Hele fijne week gewenst voor nu en tot de volgende vlog. Doeg!